Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 2 mei en ik ben op vakantie met mijn ouders. Als jullie mijn vorige vlog hebben gezien, dan hebben jullie dit al gezien. Maar we zitten lekker in een huisje in Frankrijk. Het is echt super lekker weer. Vandaag zijn we ook 25 kilometer wezen fietsen. En toen zijn we gestopt bij een dorpje en toen zijn we naar een kasteel geweest. En daar heb ik ook wat dingen gefilmd, maar ik had nog geen intro. Dus bij deze veel plezier met het kijken van deze weekvlog. Goedemorgen guys, het is vandaag dinsdag en ik heb me even omgekleed en wij gaan straks naar de stad Tours. Dat ligt dichtbij Langres waar we nu zijn. Het is echt super lekker weer. Dus ik heb een jurkje aangetrokken, deze van Naked. Oeh. Ik zit hier lekker buiten met Bruis. En dan gaan we lekker shoppen, misschien daar nog fietsen. En ja, even kijken wat we allemaal gaan doen. Mijn benen zijn trouwens echt nog zo wit. Ik vind het heel erg. Ik wil eigenlijk even zonnen, maar ik kan door die medicijnen niet zo lang in de zon. Ik verbrand echt heel snel. Mijn gezicht is op zich wel echt heel clear. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb hier alleen rondom mijn kin nog wel wat pukkels, maar het is echt wel zo'n verschil. Goedemorgen guys, het is vandaag donderdag, onze ene laatste dag. We gaan morgen weer naar huis. Het is vandaag echt koud. Jules hier. Maar we gaan nu met de auto, we hadden zo'n busje gehuurd trouwens, gaan we naar een stadje en dan gaan we vanuit daar weer fietsen. Hé Jules? Ja, lekker biken. Oh, ik ben ook echt heel wit. Hey guys, het is inmiddels zaterdag en wij zijn gisteravond thuis gekomen. Ik heb net gelijk weer even boodschappen gehaald. Vet zwaar. Ik heb echt een vet leuk nieuw shirt. Ik kom nog in een shoplog, want altijd als ik in het buitenland ben, dan krijg ik ook altijd op Insta altijd advertenties van het land. En ik zag dus deze als advertentie en ik vond hem zo leuk, dus ik heb hem besteld toen ik op vakantie was. Ik ga even eten, ik heb broodjes gehaald. En we gaan vanavond naar een verjaardag van Hanna. Dus weer genoeg te doen. Ik ga nu even die boodschappen inruimen en even schoonmaken, denk ik. Ik ben ook al wat wasjes aan het draaien. Ken je dat gevoel dat je jezelf gewoon niet voelt of zo? Ik heb net mijn wenkbrauwen geverfd, maar ik weet niet wat het is. Ik voel mezelf gewoon echt niet vandaag. Ik ben net even naar de kruidvat geweest. Maar ik heb vanmorgen snel mijn make-up gedaan, want ik moest een pakketje ophalen. Want die lag al 7 dagen bij PostNL. Omdat ik natuurlijk op vakantie was. Maar ik weet niet. Het zit allemaal net niet. Dus ik heb nu zin om mijn haar te wassen. Terwijl het eigenlijk niet hoeft. Maar het zit gewoon echt weird. En mijn make-up ook.
Dus ik denk dat ik dat maar gewoon ga doen. Mijn wenkjes zijn een beetje donker. Oh, ik kan ook niet wachten om naar de kapper te gaan. Ik ga volgende week vrijdag weer. Zo klaar mee. Dus ja, ik ga nu denk ik gewoon even lekker douchen. Mijn make-up eraf halen en alles weer opnieuw doen. Ik weet dat het zonde is, maar ik heb toch niet heel erg veel te doen. Maar dan voel ik me ook even wat lekkerder in mijn vel. En dan ga ik me ook even omkleden, want ik loop ook nog in een joggingbroek. Nou, ik voel me weer helemaal fleek. Ik heb net ook een TikTok opgenomen. Ik heb nieuwe oorbellen. Ik vind ze echt heel erg vet. Maar ik twijfel gewoon of het echt iets voor mij is. I love it. Ik ben helemaal content ook met mijn outfit. Topje van Monki, broek van de Zara. Zwart-witte sneakers van Serenay. En ik hoef ook nog lang niet weg. Maar ik had gewoon zin om me helemaal weer opnieuw op te maken. Want ik voel me nu ook een stuk beter. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. We hebben gegeten. We gaan zo naar de verjaardag van Hanna. Nog even mijn lippen doen. Ik had deze weer gevonden. Ik was hem kwijt. Dit is die lip injection. Ik wil echt die volle, hoe noem je dat, full size ervan. Nou, ik ben weer helemaal herboren. Ik ben blij dat ik mijn make-up even opnieuw heb gedaan. Oké, wij gaan naar de verjaardag. Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag zondag. De helderheid staat heel laag. Zo beter. Ik heb me even opgemaakt en omgekleed. Ik had gisteren mijn haar gewassen, maar we waren dus naar die verjaardag. Was heel erg gezellig. Maar daar hadden ze een vuurkorf, dus mijn haar stinkt nu alweer. Dus ik wil het eigenlijk nog niet wassen. Maar ik ga zo varen met Jess en met Sita en Puk. Super gezellig. Ik zit nu naar die lamellen te kijken en er ligt echt een dikke stoflaag op. Oh, wat erg. Oké, dat moet ik binnenkort ook even gaan fixen. Ik wist dat het veel stof ving, maar de zon staat er nu op en het is echt erg. Ik heb een nieuwe jasje aan. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is echt een beetje zo'n cargo jacket of zo. Het is niet heel erg warm, maar de zon schijnt wel de hele dag. Dus ik heb een topje aan van Naked, broek van Bershka en mijn Axel Alligator sneakers. En ik neem een zadig tas mee. Zo, ik ga nog even boodschappen doen. Lekker stokbroodje halen, wijntje halen. Echt super veel zin in. Het is echt heerlijk weer. Deze week wordt het ook echt top weer. Jammer dat ik weer naar school moet, maar lekker de vakantie afsluiten. Echt chill. Hey guys, het is vandaag dinsdag en ik ben de weekvlog aan het bewerken zoals je kan zien. En ik ga hem ook afsluiten. Hij is een beetje kort, maar ik was natuurlijk ook gewoon op vakantie met mijn ouders. En die willen niet graag op beeld, dus ik kon ook niet heel erg veel filmen. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Ik ga weer gewoon een nieuwe weekvlog beginnen deze week. En ik hoop dat je het leuk vond. Volg me even op Instagram, zou ik super leuk vinden. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!